gezondheid los. Ah, niet doen. Zo. Lenny, kom op. Klokhuis, je weet zelf. Welkom in een nieuwe week. Alain heeft struggle. Nee, ik ben aan het vloggen. Alain heeft struggle met de kids. Ik had de struggle al eerder, maar bij mij was de struggle minder erg. Ik ben aan het filmen. En ik ga een feestje van Glamour. Super veel zin in. Dit is mijn outfit. Het is een bodycon jurkje van Zara. Met een Love Stories BH eronder. Het is een Paradiso. En Ronnie Flex heeft ook. Leuk! Ik ben een beetje brak door gisteren, maar I'm okay. Maar ik heb wel zwart aan, want zo'n dag is het dus wel. Ik heb als eerste om 10 uur een meeting met Mac. Ik heb best wel wat geschreven over Mac in mijn boek. Dus we gaan even kletsen, kijken of we misschien iets kunnen doen rondom de lancering. Vind ik heel spannend. Het is een zakelijke meeting bij UPR, is dat? PR-bureau. En daarna ga ik aan mijn vlog. En dan is de dag om. Alleen heeft vanavond een bruiloft, dus ik ben alleen. Maar ik ga de uitnodiging maken van mijn lanceringsfeestje. Oké, de girl gaat. Outfit? Deze broek. Die is altijd op beeld zo heftig, man. Maar het is H&M. Sokken zijn van Adidas. Acne shoes. En mijn sweater is van Off-White. Hoodie is het, meer. Ik pak mijn bibaga en ik denk nog een spijkerjasje. Oké, doei! We gaan naar school. Naar school. Ja, weet ik. Goedemorgen jongens. Alain heeft het bont gemaakt gisteravond. Ik heb het niet bont gemaakt. Ik heb gewoon... Alain heeft het super bont gemaakt. Je had moeten zien hoe hij erbij lag. Weet je hoe jij sliep? Nou? Zo. Mama! Ik zit ook inderdaad te denken van ik ben thuis gekomen, maar... Zelfs je knoopje van je jas moet gewoon nog dicht. Ja, is fashion. This is the reason. Kijk die plangen. Het is lang geleden dat Alain ook een keer lekker loesoe was. Weet je? Ik heb even een intake voor mijn... Oh, ik ben te laat alweer. Ik ga. No one will ever know. Ik ben bij Evelien in de praktijk. Hallo. Ben je correct? En jij zag eigenlijk al mijn tandje al heel lang, hè? Ja, ik zag het al een tijdje, maar het duurde maar niet over te mailen. Ja. Ik is eigenlijk zelf over begonnen, dus ze meteen even actie genomen. Ja, ja, dat vind ik heel fijn, want dan gaan we kijken of we er wat aan kunnen doen. En we kunnen kiezen voor een slotjesbeugel of we kunnen kiezen voor de invisible beugel, de invisible beugel. Ik denk dat dat een hele mooie optie voor jou zou zijn. Dit gebit krijgt een doorzichtige beugel. Dus zo ziet het eruit. Het zijn eigenlijk kunststof hoesjes die heel strak op de tanden zitten. En die duw je tanden dan eigenlijk weer op zijn plek. Deze beugel draag je 22 uur per dag. Gedurende 2 weken en dan vervang je weer voor een nieuwe set. Oh. Die moet natuurlijk dan weer strakker gaan zitten op je tanden. En ik denk op jou dat we 6 maanden bezig zijn. Dus je krijgt die aantal sets mee. Dus je kan het uiteindelijk gewoon thuis gaan vervangen. Totdat we het gewenste resultaat hebben bereikt. Dat ziet er heel zacht uit. Ja. Het is inderdaad wel wat harder. Dat moet natuurlijk best wel wat druk geven. Om zo die tanden te gaan verplaatsen. Dus dit is het. Maar ik weet nog van slotjes dat ze heel erg pijn deden. Is dat ook met dit? Dat kan. Het kan natuurlijk. Het is heel verschillend hoe mensen op reageren. Maar het zit natuurlijk best wel strak in het begin. Dus het kan wel wat gevoeligheid opleveren. Maar die druk neemt natuurlijk af na 3-4 dagen. En we kijken wat de schade is. Ja. Oh. It's a good day. It's a good day. Afgemaakt, dus een recht heen te schrijven, die krijgen we hier dicht uit. En dat allemaal gaat dan naar een vriendenlijn toe. We maken een foto maken van onze
We zijn hier allemaal afdrukjes gemaakt van mijn gebit. En dan gaan we tot slot een röntgenfoto maken. Als ik opgestuurd ben, ben ik nu naar Invisalign en dan wordt er een 3D beeld gemaakt van jouw gebit. En ik kom weer bespreken onze praktijk. Als je tevreden bent, gaan we naar de beugels. Yes. Leuk! Oké, okay, heel leuk. Ik kan niet wachten tot deze normaal staat. Ja, dan gaan we wat aan doen. Dankjewel! Ja, alsjeblieft. Dat. Ik was heel even snel naar de mini-markt. Want dat, die heb je daar vlakbij in Zuid. Allemaal leuke kinderkleurtjes gekocht en een cadeautje voor Romina. Ik heb een meeting met Bianca nu bij Koffie en Coconut over mijn boeklancering. Dan ga ik even heen, even helemaal naar de pijp fietsen. Yo, we zijn niet sexy but tired, maar tired. Hey, laat me ook mijn bril opzetten. Wacht. Zo tired. Goedemorgen, bezig met de make-up. Vandaag een extra werkdag ingelast. Dus even de laatste checks voor mijn boek. Want hij gaat naar de drukker vandaag. Dus ik ga even in een koffietentje zitten. Ik heb niks te filmen, want ik ben alleen maar nog de laatste checks aan het doen en zo. Dus ik, je weet toch. Vandaag gaan Emma en boek. Candy. Hoi. Vandaag was ik de hele dag in de Coffee Company. Het boek nog één keer doorgenomen. Uitnodiging gemaakt voor de launch. Heb ik kijkje? Waar is kijk? Ja. Ik had gisteren speciaal voor 2 dagen gekookt. Stampotje. Goedie boy. En dan ga ik zo meteen eten met de bagels. Ik zou maar 1 garnaaltje eten. En toen had ik die hele bak op. Ja, dat gebeurt altijd met mij. I'm dying. Terwijl ik gewoon nog uit eten ga. Kai wilde een 2e portie. Kenny krijgen ook. He? Nou, garnalen op. Een tomaatje bij doen. Dat is wel lekker. Een cherry tomaat. Stampotje voor Coolie. Oh. Even een warzone, maar ik had het al gemengd toch. Je weet. Lekker op de bank eten, Kaatje? Ja. 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 Ik heb tomaatjes erbij gedaan. Vind je het lekker? Ja. Ja. Papi? Mag ik ook hapje? La 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 la. Of heb je al genoeg? Meer. Nog meer? Ja. Oké. Het is gewoon even joggingbroeken stilo. Is dat Alain? Hallo? Yes! Ketje openmaken. Wat een mooie tas. Giorgio Armani. Mama, hoi. Oh ja, schatje. Oh, en dit dan? Oh, wow. Wow, yo, kijk hier. Het is een leuk handschrift van Fabienne. Dankjewel. Wat hebben we hier voor moois? Vuur, hè, Kai? Oh, wat super mooi. Super mooi, hè, Kai? Ja. Oh, wat een lekker kleurtje dit. Ja, dit. Een highlighter. Wat fijn dit allemaal. Dankjewel, Armani en Fabienne. Zo. Zo, en dan hebben we deze nog. Oké, interesting, want mama. Hij is wel leeg. Leeg. Maar leuk dat hij leeg is. Ach, daar zijn ze eindelijk. En mijn jullie zijn binnen. Oeh. Dat is passen. Ze zien er klein uit. Mooi, ja. Ja, vind je het mooi? Ja. Dankjewel, liefje. Kijk eens nou, ze zitten echt super nice. Me is happy. Oh, dan neem jij die, Kai. Oké, dan ga ik gelijk, schatje, want ik ben nu bijna te laat. Zeg je me nog een dag? Geef me nog een kus of zo? Hey, baby. Ziet er mooi uit? Oh, dank je. Ja, lekker een kus. Oei, thee, acne. Kappa. En mijn nieuwe Yeezys. Jee, gierig. Oké. Okay. Ik wil ook klok. En ramen ook klok. Ramen.
Bagel. Ramen. Bagel. Ramen. Bagel. We zitten in Moed en Krelis en ze hebben goede jam. Ze hebben goede jam. Ze hebben goede jam. Maar we gaan naar huis. This is our cue to go. Ja. Oh no. Back at it. Ik heb nu een afspraak bij Deloitte. En waarschijnlijk ga ik daar een soort van fashion workshop geven. Een styling workshop. Dus we gaan even doorspreken wat de wensen zijn. En wat ik kan doen en bieden. Dus leuk. Mijn haar is alleen nog nat. Want ik had geen tijd om dat nog te feunen. Dus dan moet ik straks even ergens last minute fixen. Dus of zelf doen of even een blow dry bar binnenlopen. Kijk, geen tijd om op te ruimen. Overal trainers. Dit is mijn outfit vandaag. Ik ben een beetje een midget. Een t-shirtje is van Another Stories. Deze is van H&M Colbert. En mijn Givenchy tas. En dan... Oh, dit ziet er echt niet zo leuk uit. Shit. Ik heb geen tijd om dat te fixen. Want ik heb hele korte beentjes nu. Oh, don't like it, man. Ik moet even een langere jeans onder. Oh, nu ben ik echt... Oh, lelijk dit. Dat was een leuke meeting. Leuk. Ik heb helemaal zin in om die workshop te geven. Ik heb mijn trui weer aan hoor. Ja, het is weer zover. En nu ga ik ergens in een koffietentje werken. Want ik moet 10.000 mails versturen. Dus ja, ga denk ik even zitten bij Zurich. Ik moet toch nog eten. Ik heb niet eens ontbeten vandaag. Not good. It's not good. Okay. I'm going now. Bye. Bye bye. Ik moet werken bij Zurich. Deze salade is niet normaal lekker hier. Hij is zo lekker zout door de gerookte forel. I like it. I really like it. Ik heb mijn vriendjes opgehaald. Jij hebt je snel kijken? Ja, in de bos zitten. Ja, kom maar. Blokhuis, je weet zelf. Kijk, zij hebben zijn gehandicapt en toch sporten ze. Knap, hè? Voor de Paralympics. Is ook Pivi. Ik vind het heel heftig even dit moederschap. Even. Heel heftig. Zo voel ik me nou ook altijd als ik eet of mis. Maar het is niet anders. Wat is er dan? Lenny, ik wil het niet meer horen. Eet smakelijk, kijk. Jij hebt even lezen. Pasta pesto voor de boys. Ik heb een hapje snoep hoor. Met de pan. Hey. Hou van tomaten. Eet je dan? Rocks. This is rocks, this is rocks and roll. This is rocks, this is rocks, this is rocks and roll. Kijk, mooi hap. Chicken, my boy. Zijn voor een grote hap dan? Wow, niet te doen. Limonade voor mijn kaartje. Zo, pardon. Coach, pardon. Pardon. Ook een beetje limonade voor mijn lady. Ik vind dat niet leuk. Wat in bad gedaan. Gedoucht. Smaken ruzie. We gaan een boekje lezen. Op je billen zitten. Nee, ik ben jullie mama. Je vrouw heeft kinderen. Oké, weggewaaid gaan we lezen. Oeh, ik ben ook een beetje weggewaaid. Rode vliegen. Lenny, wil je dat niet doen? Wil je daarmee ophouden? Wil jij me ophouden? Denk aan Margot. Denk aan de fiets. Focus. Komt de postboot iets verzorgen? Wat een mooie rode vlieger. Oké, we zijn klaar met boekie, want niemand wil lezen. Echt wel, ik wel. Die hebben hem allebei dichtgeslagen. Jullie kleine doerakken. Doerak. Jij bent een doerak en jij bent een doerak. Goeie wapper. Een gezondheid, toch? Ah, niet doen, anders stop ik. Al denk ik niet dat Jelle weet wat dat is
en hoe dat heet. Nee, nu stop ik echt. Oké, ga maar in je bedje liggen. Lenny, kom op. Sorry, mama. Sorry, mama. Oké, Lenny, ga maar onder de deken liggen. Kom zo bij, ik ga even Lenny toedekken. Hé, hey, schatje. Kom zo je rugje kriebelen. Moet je echt alvast liggen zo. En dan ga ik Kai even troosten. En dan kom ik bij jou. Goedemorgen, de girls uit te slapen. Het is 9:30. Alain was de LUL. Maar ik wil wel gezellig chillen met Alain. Dus ik heb koffie voor hem gemaakt. Alain? Nee. Koffie. Ik heb 7 uur over dat ik... Kai gaat logeren. Nee. Mag oma vasthouden? Mag oma die vasthouden? Die gaan we thuis aan doen. Kai is weg. Veel plezier. Ja, papa. Doei, Kaitje. Kaitje gaat dus logeren bij opa en oma. En totaal geen glam life hier hoor. Gewoon de was. Nog ook niet de concrete planning vandaag. Ik weet gewoon dat ik het rustig aan wil doen. Ik wil gewoon een chill weekend. Morgen sta ik er alleen voor. Dat is alleen niet. Echt een heel lekker lipstickje van Armani gekregen. Ecstasy Balm. Kijk, dus het is echt zo'n blanco balm. Lip balm. I really like it. Lenny had weer zijn bloedneus, dus 's nachts. Dus dat betekent bedden goed wassen, weet je. Bedden goed. Hoppa. Dan gaan we dit weer ophangen, hè. Het was dus echt oneindig. Weet je wel, dan levert Alain weer een doodleuke stapeltje in. En dan kan ik weer naar zo'n grote mannenkleren, weet je wel. Dus dat is heftig. Dat is leuk. En waar gaan we dat doen? Naar de stad. Naar de stad, oké. Okay. Mis je Kai al? Nee. Alain is ook mee. Outfit is zo mislukt hier. Ik schaam me gewoon. Oh, op bij de camera houden. Nice. Hier zo. Zag je dat? Nu gaan we wat eten. Alles is gewoon al gemurderd, jongens. Hier. Ja, maar vond je het lekker? Ja, vond je lekker. Ja, ja. Even een meet. Lekker zoetzakje. Wat is sexy? Wat? Wat sexy, dat moet er nog achter, hè? Sexy but tired, but sexy. Hij zegt gewoon de titel van mijn boek, terwijl ik het echt nog geen één keer tegen hem heb gezegd. Dus hij luistert gewoon al zijn gesprekken af of zo. Ik kom erbij. Deze vind ik leuk. De obviously, obviously. Oh, en dit ook. Dit is echt leuk, Alain. Ja. Is dat glas? Ja. Leuk. Papa, moet ik een foto van je maken? Ja. Cheese. Ik zeg heel lang cheese. Cheese. Oeps, sorry. Lukt niet, hè? Oh ja. Waar zou je deze willen hebben dan? Heel klein beetje op onze boek. Ja, dat weet ik nooit. In de slaapkamer. Wat smaller en wat hoger. Dit is zo schattig. Ja, ja, cheese. Oh, ik geef dit. Yeah, ik geef dit. Eentje ligt nokkie op de bank. Dit is wat een hamburger met je doet. Lenny kijkt mega Mindy. Misschien kan ik ook nog een klein ditje doen, hè? Lekker, lekker. In die bed. Weet je wel welk boek ik heb gekocht? Deze.
vond het wel iets voor mij, jongens. Ik ging langs al die boeken tafels lopen, fantaseren dat mijn boek daar op een gegeven moment ook ligt. Misschien is het heel leem dat ik dit heb gekocht, maar I don't care. De edele kunst van not giving a fuck. Deze, die ga ik lezen. Ik denk dat het wel iets voor mij is. Baby heeft gekookt. Chicken kid, noodles. Chicken kid, visje, noodles, eitje, weepings. Chicken kid, weepings, lekker, sugar snaps. Nee, die wil ik niet. Nee, maar dat is van mij. Oh, hell no. Het is verrukkelijk, echt waar. Het is echt lekker, Alain. Ja? Goed gedaan. Ja. Je moet dit ook, kijk, is het lekker. Zuur ook erbij. Zuur. Sambal. Sambal en zuur. Wil je dat ook? Zometeen. Jongens, het is zondag en ik ben moe. En met Alain op zijn werk afgezet. Hij heeft voice opnames. En ik ga vaderdag vieren met Len. Oké. Okay. Oh, dus de spiegels nog. Ik ga eerst naar mijn ouders. Naar mijn papa. En daarna ga ik Kaatje halen bij mijn schoonouders. We hebben Len. Len slaapt. Nee, niet met Ronnie's stukje. Verder links aanhouden. Ja, nu weet ik het wel. Richting Wie is dat, meisje Buk? Wat gaan we even snel doen nog? Cadeautje. Voor? Voor je opa Gary. Ali Town. Nee, we zijn in Almere stad. We hebben niet echt een plan. We zijn in Hudson's Beverland. Oké, okay, komt ie. 1, 2, hop ik 1. Ik koop een bed voor hem. Een bed? Dat is wel heel groot hoor. Een klein cameraatje met een lichtje. Nee. Ah! Ik wil zo eentje. Die vind ik echt zo leuk. Dat is wel echt leuk hè? Ja. Nee, voor je fietssleutel. Maar dit is wel een echt. Voor je fietssleutel. Hé hey Lenny, wat ben je chic? Alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet nog aan die kant kijken. Maak foto dan, maak foto. Huh? Doet hij het al niet meer? Oh wel. Wacht Len. Kijk, wat is het geworden, Len? Wat hebben we gekocht? Typisch vaderdag cadeau. Sokken. Hippe sokken. We waren ook naar mijn vader. Die heb ik een kaart gekregen voor Suri-toppers. Dat is een briljant idee van mijn moeder. Want daar gingen ze toch al heen vandaag. Dus mijn moeder die is altijd denkt aan dat soort dingen. Schatje, ga je zitten? Nee, foto. Oké, wil je alsjeblieft nu wel gaan zitten? Met je foto's. Op je kontje. Op je kontje zitten, joh. Gaan naar onze grote vriend Kai. Hey. Niet, hey, hey, dan gaat hij dicht, hè? Als je gaat lopen roepen. Oh, Lenny.